Ja, we gaan beginnen. Welkom bij deze film. Zoals je ziet, dit oude beeld is een... kennen we allemaal als het begin van een mooie film. En dat is... zo zou iedereen het leven moeten zijn, een mooie film. En daar kunnen we zelf de acteur en de regisseur in zijn. Dit ben ik, toen ik een jongen was. En ik heb geen microfoon, we gaan gewoon overnieuw beginnen. Ja, hij stond aan, maar hoorde je me wel? Ja, was, ja. Omdat de akoestiek je vindt al. Dus, nou, dit ben ik. Ik ben geboren met een spierziekte toen ik in 1971 geboren werd. En dit zijn mijn ouders. En mijn ouders die... dat ik kreeg een kind, want eigenlijk de hoorkind toen ik maar 5 jaar oud was, zou worden. Dus ik ben nu 43, dus ik ben een beetje over tijd. En, mijn ouders, dat was niet een heel stabiel huishouden. Dus ik ben ook vanaf mijn derde ben ik al op kamers. En dat deed ik in dit internaat aan de linkerkant. Het Nederlands Sales Pietsum in Den Haag. En daar heb ik geleerd om eigen kracht te ontwikkelen. En daarna ging ik naar een ander internaat in Den Haag. En dat was een mooie renovatiewijk waar alle schilderswijkers kan wonen. Dus dan weet je hoe het leven gaat. Ik paste me snel aan en dit zijn een aantal foto's van de scholen die ik heb doorlopen. Van aangepast onderwijs als jonge leerling tot en met regulier onderwijs. Soms werd ik verwijderd van school vanwege mijn eigen kracht. Maar uiteindelijk ging ik de hbo-maatschappelijk werk doen. En in het begin deed ik dat eigenlijk om gewoon een studiefinanciering te ontvangen. Maar later leerde ik ook echt wat. Ik leerde mezelf kennen, ik leerde anderen helpen. En als je anderen helpt, dan help je ook jezelf. De vorige foto zie je ook dat ik uiteindelijk naar Nijrode ging. Ik ging werken, Jo Zorg zie je, in een stichting, Boordenkot. En met deze twee werkzaamheden ging ik eigenlijk anderen helpen. En, dat deed ik door zorg te bieden die ik zelf nodig had. En waarom zou je iets bedenken voor jezelf als je het ook een ander kan geven? Het gaat over eigen kracht en eigen regie. En dat heb ik altijd al willen doen en georganiseerd. Ik had watervrees, ik ben gaan duiken. Ik ging in het vliegtuig via de trailer waar het eten in ging. En op een gegeven moment... gingen mijn dingen, mijn activiteiten een beetje opvallen. En kreeg ik publiciteit. Ik mocht een TEDx, mocht ik ook eigenlijk een soort format als dit, maar dan zonder plaatjes. Dan mocht ik iets doen. En uiteindelijk denk ik dat ook voor ambtenaren en wethouders in het Overijsselse. Ik kreeg een prijs, de Burgerschap Award, omdat ik een actieve burger was. En eigenlijk deed ik dat niet bewust, maar ik heb het altijd zo gedaan. Uiteindelijk kreeg ik een andere prijs voor het snel groeiende bedrijf. Hier in de provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland, bij het FD. En toen was ik moe en toen moest ik uitrusten. maar dat is altijd zo. Hè. Topsport ook, als je 100 meter hebt gerend, dan moet je ook even uitrusten. Dus ik ging uitrusten en nadenken over wat ik zeg maar, met al die... activiteiten kon doen. En dat ben ik gaan doen. En toen kwam de wet maatschappelijke ondersteuning. De hele dag zie je het op het nieuws. Iedereen moet in de eigen kracht. En dan denk ik, ja, ik ben wel voor die wet. Maar hoe het ingevoerd wordt, dat is natuurlijk een kring. Ik bedoel, het idee is mooi, maar de uitvoering is zo belabberd. Dit zijn een aantal voorbeelden van. Eigenlijk lessen die ik geef, dit zijn moeilijk opvoedbare jongens op Curaçao. Je ziet er één arm door het raam. Die wil later ook het doorgeven, de eigen kracht. Tenminste, dat fantaseer ik dan maar. Het idee is zeg maar dat ik vind dat als ik iets leer, dat ik het ook weer aan anderen kan leren. En dat geeft mij ook weer extra kracht. Uiteindelijk kom ik wat bekende Nederlanders tegen. Sylvana Simons. Jurgen Rijman, die geloven ook in eigen kracht. Het zijn zelfmade mensen. En als die elkaar ontmoeten, dan willen ze elkaar anderen leren. En op een gegeven moment, als we dat hier met z'n allen doen,
Dan zouden we ons eigen huis kunnen bouwen en dat van A naar B kunnen brengen. Daarvoor heb ik deze foto gekozen, omdat zeg maar heel veel kracht tezamen maakt heel veel mogelijk. Ik ben blij dat mijn huis niet is, maar het is wel symbolisch voor wat we met z'n allen kunnen doen. Ik geloof in eigen kracht, dus ik werk als een franchise. Real Sort is een franchise en we werken met ondernemers overal in het land. En er zit Veenendaal ook tussen. Potverdrie, ik schrik me dood. Dus ik bedoel, we doen het in Rotterdam, Den Haag, Veenendaal, Amsterdam. Je ziet dat ik op Curaçao ben geweest. En in plaats van dat ik daar ga en niks heb gedaan, hebben we een bedrijfje opgericht. Daar helpen we mensen die in een rolstoel zitten, die ook vervoer nodig hebben. En dat doen we hier nu vanaf 2011 met heel veel succes. Het geheim is eigenlijk hoe we naar de wereld kijken. Doen we een roze bril op, of zo'n Furtoriati bril. En alles wat we geloven dat we zien, dat gebeurt ook in onze hersenen. En zo kunnen we onze eigen kracht ook opwekken. Het is eigenlijk een soort kerncentrale. Ja, dat is het eind van mijn presentatie. En deze foto symboliseert hoeveel verschillende soorten mensen we eigenlijk in de zaal hebben zitten. En die hebben allemaal eigen kracht. Want als ik het kan, dan zou het zomaar kunnen dat u het ook kan. En dat u dat hier aan de anderen kan vertellen. Dus misschien komt het nog goed. In Veenendaal.